ik heel gelukkig was, dat is toen jij werd geboren. Dat is mooi, hè? Tweede vraag. Tweede vraag. Opa, we gaan door. Je hebt 100 mensen die zeggen dromen. Dat kunnen dus 2 verschillende varianten zijn. Tevreden zijn met wat je hebt, niet meer wensen. Met je ogen. Mevrouw Hermans, hoe oud bent u? Ik ben 107 of zoiets. Ja, kan dat. Heel goed. En ik krijg een applaus voor. Kon ik maar zeggen dat het een droom is, want ik heb het niet eens kunnen bedenken, deze tentoonstelling. En nu het er is, is het toch een droom. Als ik zie hoe die foto's geprint zijn, hoe groot ze zijn, hoeveel details je ziet. Moet je kijken wat een details in die foto's te zien zijn. Het is heel groot, maar het is heel groot over kleine dingen. Namelijk over liefde voor het leven. Zelfs als je 100 of ouder bent. Ik hoop dat mensen empathie meenemen. Empathie voor onze senioren die meer hebben dan alleen oud zijn.